Helemaal, welkom weer in een nieuwe video. Aan de titel heb je kunnen zien dat ik nu een video opgenomen over alles wat je over mij moet weten. Dus ik ga zoveel mogelijk feitjes eigenlijk over mezelf vertellen. Het zijn er 50, maar het kan zomaar zijn dat ik nog wat dingen toelicht. Bijvoorbeeld over, nou, ik kan niet zoveel voorbeelden geven nu, want dan spoil ik al best wel wat. Maar wacht, ik moet er nog wat dingen bij zetten, bedenk ik nu. Ik heb het op mijn laptop staan. De volgorde is echt heel random. Dus het ene keer gaat het over familie, andere keer gaat het over dingen waar ik fan van ben, andere keer gaat het over eigenlijk dingen die ik gewoon leuk vind om te doen. Ik moest nog iets erbij zetten, maar dan ben ik het vergeten. Ik weet niet meer wat ik erbij... Oh ja. Oké, het zijn er 52. Ik wil er een beetje snel doorheen gaan. Kijk, sommige dingen zal ik toelichten, sommige dingen niet. Want sommige dingen spreken gewoon voor zich, zeg maar. Laten we maar gewoon beginnen met het eerste simpele ding. Nou, ik ben Nikki. Staat er trouwens niet bij, maar ik zal ook gelijk zeggen, want dat is wel een punt. Ik ben Nikki en ik ben 20 jaar. Ik word 7 februari word ik 21, dus dat is al wel bijna. Punt 2 is, ik woon nog thuis samen met mijn ouders, broertje, zusje en een hele hoop huisdieren. Ik heb de opleiding onderwijsassistent gedaan op het MBO Utrecht en ik ben juli 2022 ben ik daar afgestudeerd, dus nog niet heel lang. Hangt er af hoe laat je, wanneer je deze video kijkt, misschien op het moment dat die online staat of misschien over 3 maanden of whatever. Dus nog niet zo heel lang. Ik heb 3 jaar stage gelopen in het basisonderwijs en heel kort in het speciaal middelbaar onderwijs, daar kan ik iets meer over zeggen. Ik ben begonnen in het eerste jaar van mijn opleiding bij mijn oude basisschool. In mijn eigen woonplaats. En daar ben ik toen begonnen met de kleuters. Daarna ben ik overgegaan naar een andere basisschool, ook in mijn eigen woonplaats. En dat was een Jenaplanschool. Daarna ben ik overgegaan naar speciaal middelbaar onderwijs in Utrecht. Ben ik heel kort geweest. 5 weken om precies te zijn, want ik was toen de tijd 19, de leerlingen waren 15 tot 16 jaar. Omdat ik al heel erg onzeker over mezelf was toen de tijd. Ja, nou ja, er is niks mis met onzeker zijn, maar toen was ik nog best wel heel erg onzeker, omdat ik niet wist wat ik moest doen. En dat straalde ik ook wel uit, moet ik heel eerlijk zeggen. Dus daarom hadden ze altijd die leerlingen precies van, oké, je bent er voor show 1, je bent zo'n heel... stomme juf, zeg maar. Ze zagen me ook niet als juf, zeg maar. Ze zagen me, oh ja, je doet dit en je bent niet echt onze juf, weet je. Maar dat hoor je wel vaker als onderwijsassistent, hoor. Dus dat. En daarna ben ik eigenlijk overgestaan naar mijn laatste stage. En dat was ook bij een basisonderwijs. En daar heb ik bij trouwens het tweede basisonderwijs heb ik groep 3, 4, 5 gedaan. En bij het laatste onderwijs heb ik groep 4, 5 gedaan. En af en toe ook de kleuters, af en toe ook groep 3, 4... met groepjes echt, maar daar kreeg ik ook echt taken die je als onderwijsassistent hoort te krijgen. Bij al die andere mensen van ja, ga maar vegen. Of ja, ga maar knutsel doen. Of ja, ga maar... Maar ik mocht hier ook gewoon zelf activiteiten bedenken. En ik mocht ook met kinderen op de gang gaan werken en zo. Dus om extra uitleg te geven. Dus dat was wel echt, dat was wel echt leuk. Dus natuurlijk kreeg ik dat bij middelbaar speciaal onderwijs ook. Maar omdat ik daar heel kort ben geweest, heb ik niet elke echt de kans gehad om hem te ontwikkelen. Dus, nou ja, je moet het zeg maar zo zien. Ik zat dan zeg maar bij de meest, gewoon de kinderen waar je nog wat lessen aan kon geven. En de school was heel groot waar ik toen op stage loop. Dus je had ook nog een verdieping met zeg maar leerlingen die syndroom van Down hadden. En je had... verdiepingen waar zeg maar kinderen echt in de, op een dagbesteding eigenlijk, ja oké, weet je, als je een syndroom van Down hebt, want ik, mijn oom zit ook op een dagbesteding, dan, ja weet je, dat je hoorde, daar kon je gewoon eigenlijk niet heel veel mee. Met de leerlingen van, met syndroom van Down kon je al wel ook iets meer, en met de leerlingen waar ik heb thuis gelopen kon je eigenlijk vrijwel elk vak wel geven, wel op een heel ander niveau moet ik zeggen. Maar goed, het werd wel aan zich gegeven.
Ik heb 4 maanden stage gelopen op een BSO. Dat was toevallig ook bij de school waar ik mijn laatste stage heb gelopen. Daar zat ook een BSO aan vast. Daar heb ik 4 maanden stage gelopen. Eigenlijk was de bedoeling dat ik vooral bij de jonge kinderen ging stage lopen. Maar dat vond ik niet heel erg. Ik merkte toch dat ik in het onderwijs het jonge kind heel erg leuk vond. Omdat je daar gewoon... die moeten nog alles leren. En dat merk je natuurlijk met de BSO ook. Maar daar wordt het ook wel moeilijker om met de kinderen een activiteit te gaan doen. Want met oudere kinderen kan je gewoon in gesprek gaan. Kan je gewoon een spel spelen. Kan je gewoon, weet je, kan je iets maken. En natuurlijk met de jonge kinderen kan je ook iets maken. Maar dan moet je toch wel ook vrij veel zelf nog doen. En ja, weet je, ik vond het altijd leuker om bij de BSO vond ik oudere kinderen leuker. Ik ben in het onderwijs dus jonge kinderen. Dus uiteindelijk ben ik van jonge kinderen van de BSO naar oudere kinderen geswitcht. Vond ik ook leuker, maar ik moet wel zeggen dat ik dat heel pittig vond in het begin hoor. Want ik was natuurlijk niet echt oudere kinderen gewend. Omdat ik natuurlijk met vrij jonge kinderen gewerkt heb. Het oudste was toen groep 5 jaar en dan natuurlijk bij Stip VSO. Maar dat was wel echt next level oud, zeg maar. Maar goed. Dan gaan we door. Ik heb 2 maanden gewerkt bij 7 verschillende BSO-locaties. Dat was bij een stichting in mijn eigen woonplaats. Ik kan helaas niet zeggen welke stichting dat was. En daar heb ik op 7 verschillende locaties gewerkt. Vooral eigenlijk, ik denk, 5 in mijn eigen woonplaats en 2 in mijn niet-woonplaats, zeg maar. En eentje daarvan was waar ik ook op stage gelopen. En daar ben ik toen ook eigenlijk vooral ingezet bij de oudere kinderen. Omdat vond ik gewoon wel het fijnst. En omdat ik ze natuurlijk ook al wel kende, de kinderen. Was het wel echt fijn om mee te werken. Ook al was ik toen nooit daar op maandag. Want ik werkte eigenlijk dan op maandag en soms op vrijdag bij diezelfde BSO. En toen ik er zat was ik eigenlijk alleen op donderdag. Dus ik herkende wel al een aantal kinderen. Dus dat scheelde wel. En deze oudere kinderen waren ook gewoon aanspreekbaar, zeg maar. En oudere kinderen bij een andere locatie, daar hoefde je echt niet de kinderen aan te spreken. Dan kreeg je gelijk zo'n grote bek. En dan je echt dacht, misschien heb jij eventjes iets meer opvoeding nodig. Ik bedoel, ik snap wel dat je op de BSO zit als je thuis ook zo doet. Maar goed, anyway. Ik werk al sinds 2019 bij de Macro Eviane en ik werk daar achter de kassa. Ik ben nu zelfs ook bezig met... ik mag zelf ook de winkel openen tegenwoordig. Ik mag hem zelf ook sluiten. Dat doe ik nog niet heel vaak. Heb ik wel 1 of 2 keer gedaan. Maar sluiten doe ik tegenwoordig sinds januari. Nou ja, ik ben begonnen met inwerken in januari 2022. En ik heb het echt pas in mijn eentje gedaan vanaf mei 2022. En voorheen deed ik dat toen ook echt elke zaterdag. Nu doe ik dat zeg maar 1 in de 2 weken op zaterdag. En dat is eigenlijk dat je de horecadeur open doet. Je maakt lades klaar voor de balie en voor je eigen kassa. Je doet de tabaklijst. Eigenlijk gewoon een beetje de... Ja, je maakt schoon, eigenlijk een beetje de voorbereidingen voordat de echte winkel opent voor om 9 uur, zeg maar. En de horeca klanten mogen dus al vanaf 7 uur naar binnen. We hebben net een hele grote storing achter de rug. Die is nog niet helemaal verholpen. Dus ja, dat. Ze noemen het een cyberaanval. We hebben er heel veel gezeur mee gehad, dus... Ik ben benieuwd of het volgende week zaterdag al weer verholpen is. Ik moet wel even de tijd in de gaten houden. Ik ben linkshandig. Ik schrijf met links. Ik doe eigenlijk alles met links. Ik kan wel schrijven met rechts. Maar mijn voorkeurhand is links. Ik kan ook wel snijden met rechts. Nou ja, dat klinkt heel heftig. Ik bedoel, gewoon groente snijden met rechts is beter van niet. Maar ik zou het wel kunnen. Het is dus mijn goede hand, het is mijn slechte hand. Ik moet ook wel zeggen dat ik dit ook wel begin te merken, zeg maar. Ik had vannacht, dat was echt fucking raar. Ik kon mijn hand gewoon niet bewegen. Dat heb ik al 1 keer eerder gehad, maar toen moest ik kijken. Nu kon ik nog wel dit doen. Maar ik heb ook 1 keer gehad dat ik hem echt zo en met mijn hand zo open moest strekken. Dat was gelukkig nu niet het geval. Maar ik voelde mijn hele vingers niet meer. En ik dacht echt, what the fuck. Nou, de kleur is gewoon hetzelfde. Dus waar, ja, misschien verkeerde slaappositie gehad. Maar toen heb ik het ook weer veranderd. En ik heb de hele tijd zo liggen doen. En heb ik maar gewoon een knuffel gepakt om erin te squeezen, zeg maar. Zodat ik toch mijn vingers een beetje aan de praat kreeg. Maar dat is echt een heel raar gevoel. Nummer 9. Ik ben paranormaal begaafd. En dan moet ik wel zeggen dat ik niet 24/7 contact heb met geesten. Dat is echt niet hoe het zit. Tenminste, niet voor mij in ieder geval. Ik ben er alleen heel gevoelig voor. Dus dat wil zeggen dat ik voel heel snel een aanwezigheid aan. En of zeg maar, en dat, ja, dat
klinkt misschien heel creepy. En dat zijn niet altijd goede aanwezigheden. En daar doe ik verder niet heel veel mee hoor. Ik ga niet contact opzoeken met de geest. En zij zei dat met mij doen. Maar ik voel het wel, zeg maar. En ik denk dat het ook wel. Ik denk dat ik daarom ook wel heel snel voel of dat iemand een goed of slecht persoon is. Als je dan begrijpt wat ik bedoel. Ik voel dat heel snel aan. Ik bedoel, als iemand een beetje, weet je wel, je hebt wel eens van die mensen. En die kijken dan met zo'n schuin ogen naar je. En dan, of juist niet. Maar dan als je wel eens langs loopt, dan voel je gewoon een soort rilling over je rug. Dan denk je, oké, jij bent misschien niet helemaal zuiver. Nummer 10. Ik ben een Wiccan. Dat is mijn religie. Daar wil ik ooit nog wel een video over opnemen. Maar wat eigenlijk inhoudt, ja, mensen noemen je dan een heks, basically. Maar dat is niet, het is niet heks-heks, weet je wel. Het is niet dat je kan toveren. Het is meer dat je gewoon heel erg bezig bent met de natuur. Wij vieren andere feestdagen. Wij doen andere tradities met sommige feestdagen. Dus dat eigenlijk een beetje. Maar als jullie dat interessant vinden, laat het maar weten. Dan doe ik er een video over opnemen. Ik heb een gehandicapte oom en hij heeft een verstandelijke beperking. Dat wil zeggen dat hij eigenlijk was hij gezond. Om het grof te zeggen. Alleen tijdens bevalling heeft hij te lang zuurstoftekort gekregen. Waardoor hij uiteindelijk een beperking heeft overgehouden. En dat was dus in zijn hoofd. Als je geen zuurstof krijgt, dan zwak je hersenen zeg maar dusdanig af. En dat, ja, ik ken hem ook niet anders, zeg maar. Hij is er gewoon wel echt, nou ja, niet helemaal mee geboren. Hij was in principe gewoon gezond, totdat de geboorte niet helemaal lekker liep. Hij woont dus ook op een, ja, hij woont op een woongroep. Dat is wat ik wilde zeggen. Een dagbesteding is wel echt gewoon iets anders. Hij woont op een woongroep. Met allemaal andere gehandicapte mensen. Dus met mensen met syndroom van Down, andere mensen met verstandelijke beperking. Maar vooral, ja, inderdaad wat ik zei, die twee eigenlijk. En dat is eigenlijk, ja, je hebt wel meer beperkingen, maar dan woon je niet op een woongroep. Tenminste, niet op zo'n soort woongroep. Ik kom daar regelmatig. Dus ik weet ook wie er allemaal wonen. En ik heb ook heel veel, ik heb ook goed contact met, ik heb daar toen ook zelfs een keer een stagedag meegelopen. Niet dat ik in de gehandicaptenzorg wilde werken hoor. Maar gewoon omdat ik toen iets wilde. Ik moest iets creatiefs doen. Met iemand die extra zorg nodig had. En toen had ik gekozen voor de woongroep waar mijn oma dus woont. Dat had ik met iemand met syndroom van Down hadden we getekend. En dat was gewoon echt heel gezellig. Dus. Ik behoor tot de LGBTQ+ familie. Dat wil zeggen, nou ja, ik zal niet exact uitleggen hoe en wat. Dan moet je maar eventjes mijn video kijken van alles wat je moet weten over uitkast komen. Dan moet je maar even kijken, dan leg ik het iets beter uit. Waarom ik niet exact zeg hoe en wat. Maar daar hoor ik wel bij. Dus ben ik ook echt heel trots op. Nummer 13. Ik ben obsessief met mannen. Dus ik bedoel ook echt obsessief. Nou moet ik heel eerlijk zeggen dat het een tijdje iets minder was. Ik kan ook heel eerlijk zeggen waarom. Nou, dat is niet heel dramatisch of zo. Maar ik ben heel lang echt heel erg obsessief geweest met Maneskin. Nog steeds wel hoor. Ja, nu weer wel. Maar ik ben nu denk ik een jaar fan of zo. Echt een jaar fan. Maar ik heb tussendoor wel echt zoiets gehad van oké, what the fuck. Dat kan ik kort toelichten. En ik ben er nog steeds boos over eigenlijk. Maar ik heb het losgelaten. Het ding is dat. Nou, niet heel Maneskin. Maar wel 2/4 van Maneskin. Of ik heb het niet goed zitten kijken. Dat dus het gewoon alle 4 waren. Maar goed. Ze zaten in een Vlaamse interview. Want ze gingen optreden bij een festival. Geen idee welke van de. Het was in ieder geval in België. En het was volgens mij vraag, wat is je craziest fan account of zoiets? Of wat is je craziest party? Want ze waren toen. Nee, het ging over Amerika. Ze waren een tijd lang in Amerika. En ze waren op een feest. En Damiano gaat niet naar een feestje, want daar houdt hij in ieder geval. Maar deze keer wel. En er was zo'n meid, die vonden ze een beetje apart, zeg maar. Maar ze zeggen van. Op een gegeven moment zegt Victoria, ja, yeah, she was so crazy. En dit en dat. Dan denk ik van. She was so weird. En dan denk ik echt van, maar punt 1. Vraag ik me dan af. Heb je dat ook gezegd tegen haar als persoon op dat feestje? Of hebben jullie gewoon leuk en aardig gedaan en gedacht, oh meid, weet je, we maken je gewoon even publiekelijk voor lul in een interview.
Dat vraag ik me dus echt heel erg af. Dus dan dacht ik, maar je kan iemand niet zo exposen. Kijk, je hebt niet de naam gezegd, maar ik lijkt me wel dat zij weet wie jullie zijn. En dat ze daarom gewoon aardig proberen te zijn. Kijk, tuurlijk, je gaat niet met iemand mee naar de wc. Dat is gewoon fucking raar. Maar had het al gezegd van meid, weet je wat je nou doet, dat kan niet. Weet je, dat had ik gezegd in ieder geval. En als je dat dan in een interview gaat zeggen dat ze helemaal raar is en dat ze crazy is, dan denk ik, ja. Maar wat zijn jullie dan eigenlijk, als ik heel eerlijk ben? Kijk, jullie zullen niet iemand gaan volgen in de wc. Dat is natuurlijk niet helemaal wat jullie zullen doen. Maar het gaat wel om het principe dat jullie ook niet helemaal normaal zijn, toch? Dus ik vond het een beetje dat ik denk, ja. Had het dan... Ik weet niet of ze dat niet tegen haar hebben gezegd. Want dat laat ze natuurlijk niet blijken uit het verhaal. Ze hebben gewoon gezegd, ja, she was so crazy. En dit en dan denk ik van... Dat kan je echt niet zeggen. Stel, zij ziet het nu. Zij denkt gewoon jullie gunst gedaan te hebben. En dan hoort zij uiteindelijk van dat jullie haar hartstikke een rare meid vonden. En dat ze helemaal gestoord was. En dan denk ik, ja. Dat kan je echt niet maken. Dat kan gewoon echt niet. Oké, nummer 14. Maar nu ben ik inmiddels wel weer fan hoor. Het is ook niet dat ik geen fan meer was hoor. Het is alleen maar dat ik dacht van jongens, dit hadden we niet mogen doen, zeg maar. Niet op die manier. Nummer 14. Ik ben zwaar verliefd op Thomas van Maneskin. Dat is zeker waar. Ik ben zwaar verliefd op Thomas van Maneskin. Maar ik bedoel, nou ja, het is niet echt een celebrity crush. Want dat heb ik wel met andere celebrities. Maar dit is echt zware verliefdheid. Oprecht. Nee, maar echt. Hij is echt fucking knap. En hij is gewoon leuk, weet je. Ik vind hem gewoon echt cute. Ja. Oké. Okay. Nummer 15. Ik ga er verder trouwens niet te veel over woorden vervel maken over waarom ik Thomas leuk vind. Nee, dat kan ik niet doen. Nummer 15. Ik houd zowel van horrorfilms als van Disneyfilms. Dat moet ik ook even toelichten. Ik was nooit echt van de horrorfilms, moet ik eerlijk zeggen. Totdat ik dacht van oké, nu moeten we het gewoon wel eventjes gaan doen. Toen was ik volgens mij 16 of zo. Toen vond ik Stranger Things nog eng, zeg maar. Toen was ik volgens mij 15. Vond ik dat echt volgens mij eng, want ik was niks gewend. Nu inmiddels heb ik Annabelle gekeken. De films die ik zijn. Die ga ik nooit kijken, want die zijn zo eng. Maar ik heb ze inmiddels gezien. Alle drie. Ik heb inmiddels ook de Nun gezien. De Conjuring 1 en 2 heb ik gezien. Ik moet alleen nog de derde zien, maar die is echt... Daar ben ik aan begonnen, maar dat durf ik gewoon echt oprecht niet te kijken nog. Maar ik dacht altijd, nee, ik hou niet van horrorfilms en dit en dat. Maar weet je wat ik eigenlijk het ding vind, horrorfilms vind? Ik vind ze eigenlijk best dom. Omdat niemand gaat in het donker op pad. Dat doet niemand. Echt, helemaal niemand doet dat. Tenminste, nou ja, als je gezond bent, niet. Maar blijkbaar doen andere mensen dat dus wel. Dan denk ik echt, jongens. And you had one job to run away. And you keep standing there. I mean, walk away, dude. Maar dan denk ik echt van, horrorfilms zijn eigenlijk fucking lame. Als je het zo bekijkt. Maar anyway. Ik hou dus van horrorfilms en van Disneyfilms. De laatste echt Disneyfilm die ik heb gezien is Hocus Pocus 2. Of zeg ik dan... Nee, dat was echt de laatste Disney-Disney-film die ik heb gezien, volgens mij. Ja, Minions & More, maar dat is niet van Disney. Dat is van Illumination. Maar goed. Dat was de laatste echt Disney-film die ik heb gezien. Die vond ik ook echt... die vond ik heel leuk. Mijn favoriete YouTube-kanaal om te kijken zijn de Bankzitters. Nummer 17, ik heb faalangst. Nummer 18, ik heb social anxiety. Ga ik verder geen woorden over film maken. Dat iedereen weet wat dat is. En anders moet je het maar even googlen. Nummer 19, ik ben gevoelig voor emoties van andere mensen. Ik ben niet hoogsensitief. Tenminste, daar ga ik vanuit. Ik krijg niet hoofdpijn zodra ik iemand hoor janken. Dat is echt niet hoe het zit. Het is alleen meer... Als ik iemand zie huilen, dan voel ik zo erg met diegene mee. Ook al weet ik niet eens wat er gaande is, hè. Dus misschien ben ik wel een beetje hoogsensitief, maar ik weet niet zeker. Ik ga het ook niet te laten testen. Maar ik voel heel erg met mensen mee. Ook al weet ik niet precies wat er gaande is. Hoef ik ook niet altijd te weten. Maar bijvoorbeeld... iets niet extreems en iets wel extreems. Niet extreem is dat Damiano laatst live The Lonely Song, dat hij echt helemaal emotioneel werd vanwege zijn grootvader. En weet je, dat doet mij heel veel. Omdat ik denk, ja, weet je, het is wel iemand waar ik fan van ben. En dat probeer ik dan even los te laten, want hij is ook gewoon een mens, weet je.
En dan vind ik dat toch sneu, weet je. Het is zo, The Lonely is natuurlijk best wel ook een sad song natuurlijk. Maar voor het feit dat het, ja, vind ik dan toch... ik vind gewoon wel ook goed dat hij zeg maar zo uit. Want je hebt ook mensen die vanwege hun fame zoiets hebben. Oké, ik doe alsof ik blij ben. Ik doe alsof ik, hè, weet je... Natuurlijk, soms kan je heel ver mee komen. Maar ik denk ook als je laat zien dat je er daadwerkelijk mens bent. Dat je er ook gewoon beter van wordt, zeg maar. Tenminste, dat is hoe ik er wel naar kijk. En aan de ene kant vind ik het lullig dat het gefilmd is. Maar aan de andere kant vind ik het ook wel, weet je, dat laat toch ook zien dat het niet altijd roze geur met maneschijn is. Natuurlijk, ik heb ook zijn Instagram post gezien over zijn grootvader. Maar dat is toch... ja, dat vind ik toch anders. En wel iets extreem. Nou ja, tenminste voor mij niet heel erg extreem. Maar ik voelde me wel heel erg mee met die mevrouw. Ik werk er inmiddels niet meer. Dat is de stichting waar ik heb gewerkt. Ik zou niet te veel zeggen. Maar ik kan wel zeggen dat tijdens het kinder-EBO-examen. Wat ik daar heb gevolgd. Dat er een mevrouw was waar ik partner mee was. Tenminste, dat klinkt heel verkeerd. Maar waar ik de oefening mee moest doen. En ze is niet heel mobiel, zeg maar. Dus ze had al heel veel moeite met opstaan na een oefening. Of überhaupt gewoon. Als ze heel veel beweging had gemaakt achter elkaar, dan was ze heel snel dizzy, zeg maar. En uiteindelijk is ze dus ook onwel geworden. We hebben denk ik vanaf 7:30 tot 9:15 hebben op de gang gezeten. Niet wetende wat er aan de hand was. We wisten alleen dat het niet goed ging. En dat er, nou, was geen paniek. Tenminste, niet bij degene die hebben gehandeld. Maar het was wel dat we dachten, oké, dit is nu wel serieus. We hebben eerst de huisartsenpost gebeld, had ik begrepen. En uiteindelijk hoorden we het riddeltje wat wij moesten oefenen voor 1 en 2. Dat onze cursist... Nee, ja, zeg ik dat goed? Degene die de cursus aanbod... Maakt niet uit. Die was op een gegeven moment 1 en 2 aan bellen. Dacht, oké, dit is wel nu echt serieus. En toen werden we uiteindelijk weggestuurd vanuit de gang. Oké, jongens, 1 en 2 komt zo meteen. Hij komt met spoed. Dus 4 mensen moeten buiten gaan staan. De deur open houden. Geleiden naar de plek. En andere mensen moeten gewoon eventjes in een andere ruimte gaan zitten. Zodat 1 en 2 gewoon zijn werk kan doen. Toen dacht ik wel, oké. Dit is echt best wel heel erg heftig. Vooral omdat ik ook met haar de laatste oefening heb gedaan. Voordat ze daadwerkelijk onwel werd. En ik had al door van... Ik las al een beetje van haar af van dat het niet goed ging. En ze wilde het toch heel graag doen. En dacht ik, ja, weet je, ik voel me toch dan wel een beetje lullig. Nu niet meer, maar toen voelde ik me wel een beetje lullig van... Oké, waarom zou je dit doen? En waarom wilde je dit zo graag? En dat vond ik toen... Ja, ik moest wel een beetje huilen, heel stiekem. Maar ik voelde me heel erg... ik weet niet, ik voelde me gewoon een beetje lullig. Over de hele situatie. En ik vond het ook gewoon heel heftig. Om van zo eigenlijk normale examenavond. Naar ineens 1 en 2 over te schakelen, zeg maar. Het is uiteindelijk goed afgelopen met die mevrouw. Ze hoeft niet mee. Ze wordt alleen gecontroleerd. En hoe het verder gaat, weet ik niet. Want ik werk niet meer bij die stichting. Ik werk ook niet meer op die locatie. Maar ik weet wel dat ze gewoon naar huis is gebracht. En dat, dat het gewoon verder uiteindelijk wel goed ging. Maar dat vond ik heel, heel naar. En toen moest een van mijn andere cursisten, die moest erbij blijven. Want degene die de cursus gaf, die ging heel de bellen. En de andere moest heen en weer lopen voor andere dingen. En die moest ook huilen. Maar dat was meer ook omdat de mevrouw waar ik het over had, heel erg emotioneel werd. Omdat ze zelf een hele nare ervaring heeft gehad met 1 en 2. Dus ik vond het heel, heel naar. Maar goed. Dus dan voel ik toch wel eventjes iets meer dan... tuurlijk, je hoeft niet altijd... Je hebt ook mensen die gewoon iemand zien huilen en denken... Oké, lekker boeien. Ik troost je wel en that's it, zeg maar. Maar ik breek dan toch altijd wel een beetje van binnen. Nummer 20. We hebben er nog 30 te gaan. We zitten nu op 24 minuten. Ik kan niet tegen het geluid van hoe iemand zijn vingers knakt. Het klinkt net alsof iemand zijn vingers breekt. Alles wat met botten te maken heeft, kan ik niet aan. Zeg maar, als ik het idee heb dat iemand iets gaat breken. Of in een film. Of dan denk ik, oh nee, dat vind ik echt heel naar geluid. Nummer 21. Mijn favoriete apps zijn TikTok en Netflix. Nummer 22. Mijn favoriete serie is Stranger Things.
Ik kan niet tegen smakkende geluiden of smakkende mensen. Daar kan ik echt heel slecht tegen. Kijk, met kinderen vind ik het een ander verhaal. Maar als ik bijvoorbeeld mijn broertje hoor smakken, dan word ik echt helemaal naar van binnen. Dan word ik echt... Nee. Nummer 24, ik ben bang voor spinnen en voor kots. En alles wat met kots te maken heeft. Die mevrouw waar ik het net over had, die was heel misselijk. Dus uiteindelijk moest er een emmer bij gehaald worden. Dacht ik, oké, oren dicht. Want als ik er nu op barven, dan ga ik ook. En oh... maar ik ben dus heel erg bang voor spinnen. Kijk, de hele kleine mini-spinnetjes vind ik dan niet zo erg. Maar nu met de valse wolfspin en met de jachtkrabspin ben ik wel echt heel erg angstig. Gewoon het idee alleen al. We hebben een valse wolfspin in huis gehad. Tenminste, ik denk dat hij nog steeds zit waar hij nu is. I really don't know. Die was wel echt zo met zulke poten en zo'n lijf. Oh, verschrikkelijk. Oh, echt bah. En wat betreft kots, ik ben niet per se bang om zelf te kotsen. Maar het idee dat iemand over zijn nek gaat of niet goed wordt. Oh, nee. Als een kind tegen me zegt, juf, ik voel me niet zo lekker. En dan denk ik, oké, ga maar 3 meter van me afstaan. Dankjewel. Nummer 25, ik heb hoogtevrees. Het is niet zo extreem als ik op een kruk sta en denk, oké, ik ben bang. Maar het is meer als ik op een trap moet lopen. Dan ben ik wel... Ik hou sowieso niet van trap lopen. Dat is niet per se omdat ik lui ben. Maar dat is meer gewoon omdat ik... De trap af vind ik minder erg dan de trap op. Vooral als ik heel veel spullen in mijn handen heb. Daar hou ik gewoon echt niet van. En als er gaten in trappen zitten, weet je wel. Nee. Nummer 26. Maar hoogtevrees heb ik ook niet in de achtbanen. Dat heb ik eigenlijk vooral als ik in een reuzenrad zit of zo. Daar moet ik echt niet aan beginnen. Ik ga liever dan in een achtbaan die stijl naar beneden gaat, dan een achtbaan of dan in een reuzenrad. Want dat idee dat je stil hangt, oh verschrikkelijk. Nee. Nummer 26, ik heb claustrofobie. Het is niet zo extreem als dat mensen denken dat het is, tenminste niet bij mij. Het is meer als ik het idee heb dat ik niet weg kan. Kijk, zolang ik weet dat ik weg kan, vind ik het niet erg. Maar zodra ik niet weet dat ik weg kan en die garantie niet heb... Dan word ik een beetje, dat ik denk, ik moet nu echt weg. Dat is echt. Nummer 27, ik ben een overthinker. Ik denk over alles tien keer na. Niet over dingen die ik zeg trouwens, dat flap ik er gewoon uit. Maar wel over dingen, hoe ik dingen zou kunnen zeggen. Dat is wel weer waar. Over of dat ik iets wel moet doen of niet. Over, weet je, gewoon, het gaat helemaal nergens over. Maar ik ben wel echt een hele zwaar overthinker. 28, ik ben een beelddenker. Alles wat je tegen mij zegt, denk ik in beelden. Dus... Mijn docent zei vroeger op de middelbare school van... Oké, jongens, ik ga nu zometeen in een panterstring over het schoolplein lopen. Dus ik zie het nu gewoon weer voor me. Verschrikkelijk. Dus nee. Nummer 29, ik ben introvert. Tenzij ik je goed ken, dan ben ik extrovert. Maar in principe, als ik je niet ken, ben ik hartstikke zwaar introvert. Nummer 30, ik ben creatief. Moet ik dat nog toelichten of... niet. Nummer 31, ik ben dol op kinderen. Hoef ik ook niet rond te leren. Nou, hangt eraf. Echt baby's, daar moet je niet bij mij mee aankomen. Dat vind ik echt verschrikkelijk. Echt, oh. Maar echt, vanaf kleuterleeftijd vind ik ze leuk. Nummer 32, ik wil later zelf graag 2 of 4 kinderen als me dat gegund is. Waarom 2 of 4? Ik hou niet van oneven aantal. Mijn moeder heeft zo'n oneven aantal gekregen. Dus dat vind ik gewoon sneu, want er is altijd één, piste altijd één buiten de boot. Dus 2 of 4 als het me gegund is. En anders, ja, als het me niet gegund is, dan niet. Ja. 33 trouwen, weet ik nog niet zo goed. Waarom zeg ik dat? Trouwen is een hele hoop geld. Trouwen is niet altijd iets waar je aan blijft vasthangen, zeg maar. Kijk, ik heb gelukt dat mijn ouders nog steeds samen zijn. Dus dat is een goed voorbeeld. Maar er zijn ook kinderen die dat niet hebben. En dan is het toch een duur grapje geweest, zo'n trouwerij. Nummer 34, ik wil ooit mijn eigen boek uitbrengen. Ik ben bezig met een gedichtenbundel, maar dat duurt eigenlijk nog wel 6 jaar voordat ik eindelijk iets heb uitgebracht, denk ik. Maar ik wil ook heel ooit heel graag mijn eigen fantasyboek uitbrengen. Maar wat en hoe, ik ben er echt al 5 jaar mee bezig, maar het is iedere keer niet goed genoeg. Dus ook dat duurt nog wel even. Nummer 35, ik wil ooit mijn eigen film/shortfilm maken. Ik ben heel erg van acteren. Ik maak ook filmpjes op YouTube. Dat is dan wel mijn telefoon, dus echt camerawerk weet ik niet zo goed. Maar ik hou ook heel erg van het maken van scripts. Dus dat zou ik zou ooit graag of een script maken of er zelf in willen spelen. Ja, of ik wil de make-up en de poespas, de outfits doen. Dat lijkt me ook heel leuk.
Nummer 36. Ik hoop dat ik ooit gecast word voor Les Miserables. Waarom Les Miserables? Omdat ik een prachtige musical vind. Kijk, nee, wij Nederlanders doen het niet zo perfect als de Engelsen. Maar ik vind het een prachtige musical. En ik wil echt heel graag een keer gecast worden daarvoor. Nummer 37. Ik ben best een moeilijke eter. Kijk, sommige dingen kan ik gewoon echt niet door mijn strot krijgen. Zoals gekookte aardappels. Dat heb ik toevallig gisteren nog gegeten. Maar dan moet ik echt al, als ik het al zie, moet ik echt mijn best doen om niet te barfen. Ik vind het zo vies. Dus ik hou niet zo van aardappels, gekookte groenten. Warme groenten vind ik niet per se erg, maar het moet niet gekookt zijn. Dat is echt het allerergst. Kijk, aardappels vind ik prima te doen als ze gepureerd zijn of gebakken of weet ik veel. Maar aardappels gekookt, niet te kanen. Ja, überhaupt gekookte groenten is dus niet zo. Ik hou meer van rauwe groenten of gewokte groenten of whatever, maar als het maar niet gekookt is. Oh, wat naar. Wat lust ik? Ja, ik lust geen kaas. Ik lust alleen gesmolten kaas. Dat, ja, of als het op een broodje gezond zit, dan lust ik het ook. Maar als ik echt de kaas los moet eten. Oh, nee. Wat vind ik nog meer heel vies? Melk. Daar krijg ik echt de kriebels van. Als ik al denk aan melk, als ik ook al een pak melk zie. Oh, nee. En de kinderen donken dat altijd bij hun ontbijt of lunch bij de BSO. Oh, ik krijg er echt de kriebels van. Dan moest je ze ook nog afwassen in die bekers. Nee, melk is echt iets. Vind ik echt fucking goor. Vind ik stiekem nog erger dan kaas. Of ik vind melk eigenlijk ook nog wel erger dan kots, als ik heel eerlijk ben. Ik vind melk echt het allerergst wat er is. Gewoon oprecht. En wat olijven vind ik heel vies. Ik had dus tampanade gehaald. Maar niet gekeken wat er in die tampanade zat. Ik dacht, oh, het zal wel tomatentapanade zijn, zitten de fucking olijven in. Oh, wat goor. Nee, olijven zijn ook niet mijn ding. Vind ik nog meer, ja, vis. Maar dat is meer, ansjovis vind ik vies. Tonijn vind ik vies. Weet je, dat soort dingen. Rauwe vis vind ik ook niet zo heel erg fantastisch. Kijk, het zit wel een sushi en dan eet ik het wel. Maar het is niet, dan denk ik, hey, fantastisch. Heel veel zin in. Haring vind ik dan wel wel lekker. Maar ik ben niet echt een hele grote rauwe viseter, zeg maar. Vlees is ook niet heel erg mijn grote ding. Het enige vlees, nou dat is niet echt vlees, meer gevogeld is. Wat ik kan eten is kip, kalkoen. Maar dan moet het niet, zeg maar, geheel zijn. Ik moet het niet kunnen zien wat het geweest is. Dan hoef ik het niet meer. Maar als ik een poot krijg of zo, dan vind ik het niet erg. Omdat ik weet dat het een poot is, maar ik weet niet waarvan het is geweest. En waar de poot heeft gezeten. En, weet je, dan vind ik het toch minder erg dan wanneer iemand zo'n hele kalkoen op tafel neerzet. Van hier alsjeblieft, eet smakelijk. Oh, mm-mm. Vlees, dus rundvlees eet ik eigenlijk bijna niet. Dus hij het verwerkt is in een hamburger of frikandel of iets anders. Maar rundvlees eet ik eigenlijk basically niet. Dus geen rundworst, geen, nee, eigenlijk gewoon niks. Geen gehakt, geen, ik eet ook geen varkensvlees, tenzij het bacon is. Dat is het enige varkensvlees wat ik eet, tenzij het inderdaad verwerkt is in een hamburger, frikandel, whatever. Voor de rest, ei eet ik ook niet, tenzij ik er echt heel veel zin in heb. Dat is eigenlijk bijna nooit. Ei, alleen dan moet ik eigenlijk van kotsen. Ei, als het in eten verwerkt is, dan denk ik, ja, vind ik het al anders dan gewoon zo ei eten. Koud ei vind ik al helemaal goor, dus op zo'n broodje gezond. Oh, mosterd vind ik ook vies. Ik kan zo nog wel even doorgaan, denk ik. Ik heb echt heel veel dingen waarvan ik echt denk, godverdamme, dat ga je toch niet eten. Ja, dat dus een beetje. Nummer 38 kan heel hard, dus als een bitch, overkomen, terwijl dat niet zo gemeend is. Ik kan best wel een beetje een passive-aggressive houden. Ja, nou ja, zeg ik dat goed? Ik kan best wel hard overkomen. Dat is niet altijd zo bedoeld. Maar het gebeurt soms wel eens. Dan kom ik niet heel vriendelijk over. Terwijl ik dan eigenlijk met 10 dingen tegelijk bezig ben in mijn hoofd. En je dan een domme vraag stelt. Dan ben ik niet heel vriendelijk, zeg maar. Dat is meer het idee. Maar 39, en ik vraag me echt af of ik dit ga zeggen of niet. Want ik ga het toch maar doen. Het idee van piemels maakt me een beetje bang. Het idee van piemels. Kijk, weet je, ik vind een piemel zelf om te zien, vind ik niet erg. Maar zodra ik het idee heb dat ik er iets mee moet, dan denk ik, oh. Nee, ik heb ooit met 1 jongen gehad. Het was ook gelijk de laatste. Daarna heb ik ook niet meer met jongens gehad. Überhaupt geen relatie meer gehad. Omdat het was zo'n fucked up relatie dat ik echt denk, waarom ben ik er niet eerder uitgestapt? We hebben bijna 1 jaar relatie gehad.
het was echt een prima guy hoor. Daar niet van, alleen onze relatie was zo fucking toxic. Dat het eigenlijk gewoon echt nergens op sloeg. Ik heb ook geen contact meer met deze guy. Toen het daar nog wel, maar nu inmiddels niet meer. Ik ben al 3 of 4 jaar single. Ik heb nog steeds geen relatie aangegaan met niemand niet. Ik zie het ook niet zitten. Dus niet met een guy. Misschien wel met een lady. Maar weet je wat dat is? Kijk, het idee dat je iets onhygiënisch in je gezicht hebt. Als het zo zeggen, is echt fucking disgusting. Dus wat ik ook altijd wat ik zeg is dan van, ik wil het eerst schoon hebben. En schoon zien. En ik wil bewijzen hebben dat het schoon is. Anders gaat er niks gebeuren. Kijk, als het erin gaat, prima. Maar als het hier ergens mee moet, nee, god, nee. Dat is niet alleen met piemels, dat is ook met het andere geslachtdeel. Maar piemels zijn echt dat ik denk, oh, nee, daar kan ik echt nachtmerries van krijgen, oprecht. En ik heb ooit een keer echt dus van die guy heb ik ooit een keer die piemel gezien. En ik ben gelijk genezen, denk ik. Want, oh mijn god. Jezus Christus, echt. Als dat hoe al die piemels eruit zien, dan wil ik echt van de brug afspringen, denk ik. Oh, wat erg. En dan is deze mevrouw wel verliefd op Thomas. En Thomas heeft toch echt wel een piemel. Maar goed, weet je, dat denken we maar gewoon eventjes weg. Nummer 40. Ik wil ooit heel graag dat Johnny Depp ontmoeten, maar goed, weer niet. Daar ben ik ook al van kind af aan fan van. Nummer 41. Mijn guilty pleasure is Glee. Ik ben stiekem heel erg groot fan van K3. Nummer 43, ben sinds kort verslaafd aan Starbucks. Nummer 44, Victoria van Maneskin is mijn grote voorbeeld. Nou ja, ja, ook al is zij wel een van degenen die zei, she's so crazy, denk ik toch van, ja, weet je, ze is toch wel iemand die mij heel erg inspireert. En wat voor vlak kan ik niet, dat hou ik lekker voor mezelf. Maar ze doet het wel. Dus ik denk toch elke keer als ik in een situatie denk van, wat zou Victoria nu doen? Dat denk ik echt. Ik denk ook echt elke ochtend wel eventjes, maar mijn wekker is ook van Maneskin, dus dat vind ik ook niet heel gek. Maar ik denk ook elke ochtend eerst eventjes aan Maneskin. Als ik ga slapen, denk ik ook eventjes aan Maneskin. Maar dat komt omdat ik bezig ben met een fanfictieverhaal over Maneskin. Dus ik ben alleen maar bezig met Maneskin eigenlijk, basically. Dus ik denk wel echt bijna 24/7 aan Maneskin, heel eerlijk gezegd. En dat is een tijdje niet zo geweest, maar nu inmiddels er wel. Dus Oké, nummer 45. Ik ben bezig met het leren van Italiaans, maar dat gaat nog niet zo soepel. Ik ben al een jaar bezig met Italiaans en het kan nog steeds niet. Ik heb letterlijk 3 apps gedownload. Die werken niet echt heel fantastisch, moet ik eerlijk zijn. Ik heb boeken gekocht om Italiaans te leren, maar ik kan het gewoon niet. Ik kan het gewoon echt niet. Kijk, het begrijpen gaat dan wel beter. Ik versta, nou ja, niet alles. Nou, nog steeds niet veel, maar ik versta wel een aantal. Ik snap wat er soms gezegd wordt, denk ik. Maar het spreken, nee, dat gaat me niet worden. Dat gaat hem echt niet. Nummer 46. Mijn favoriete plek is de Efteling. Mijn zusje en ik zijn elkaars besties. Nummer 48. Ik hou van kringlopen. Dat is echt mijn favoriete bezigheid. Naast naar de Efteling gaan. Nummer 49. Ik ben dol op fashion en make-up. Is niet altijd te zien. Want soms zijn mijn fashion keuzes je echt denkt, what the fuck. Maar goed, weet je, lekker boeien. Nummer 50. Ik hou van ASMR. dat bedoel ik niet ASMR als in eten. Want dan hoor je smakgeluiden. Ik hou meer van ASMR als in het tikken op dingen. Het fluisteren. Nou, fluisteren vind ik eigenlijk ook best akelig. Hangt er dan van wie het doet en hoe en dat, zeg maar. Oké, nummer 51. Ik vind Pennywise super tof. Ik zou echt heel graag met hem op date willen. Maar Pennywise bestaat alleen helaas niet echt. Dat is het ding. Nummer 52. En dat is de laatste kerstavond. Is mijn favoriete feestdag. Dan hebben we alles gehad. Dat was het. Thank Jesus. Oh mijn god. Dat duurde echt wel veel lang. Maar goed. Dat was de video. Ga eventjes allemaal naar Maneskin luisteren. Ja, dat kan ik echt niet maken. Nee, ik wou zeggen. Ga eventjes allemaal naar Maneskin luisteren. Dat moet je eigenlijk wel eventjes doen. Maar. En abonneer natuurlijk even allemaal op mijn kanaal. En dan zie ik jullie graag bij de volgende video.